Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over 3D-printen. Vandaag een hele bijzondere video. Het wordt ook een beetje vandaag raadje plaatje. We gaan namelijk een unboxing doen. En ik heb bewust niet in de titel verteld waarvan. Pas als we de laatste doos gaan openmaken, en dat zijn er een paar, dan gaan we weten wat het definitief is. Slimmeriken onder u zullen misschien na de hints die ik ga geven al weten hoe of wat. Het gaat over 3D-printen, dat kan ik u alvast vertellen. En dat is alweer een tijdje geleden dat we een video gemaakt hebben over 3D-printen. Dus dat is eigenlijk ook alweer een heel leuk verhaal. Ik vertel gelijk vooraf dat ik heb dus een FDM-printer. Dat is dus een printer die laagjes op elkaar legt. Ik heb een Prusa, een i3 MK3. En daar ga ik ook mee door. Dat is niet zo dat ik die ga wegdoen. Een beetje in elk geval alvast dat het om een printer gaat. Ik moet de camera even gaan verplaatsen. En dan ga ik één voor één de objecten laten zien die we gaan gebruiken bij deze nieuwe printer. En misschien dat je dan aan de hand daarvan ook al weet wat voor soort printer het gaat zijn. Dus ik ga even de camera verplaatsen. Zo, ik hoop dat het op deze manier goed zichtbaar gaat zijn. Laten we maar eens beginnen. Dit is een beetje het verhaal hints en ondertussen probeer ik wat erbij te vertellen. Het eerste wat we ervoor nodig hebben, wat ik ervoor aangeschaft heb, is een grote plaat. Eigenlijk een plaat voor schoenen, bedoeld om schoenen op te plaatsen. Maar wat belangrijk eraan is, hij is van plastic en hij heeft een opstaande rand. En dat is dan ook hetgene waar het me in dit geval om gaat. Ik ga gelijk op die plaat wat dingen opladen. Om te beginnen zaken die ik heb geprint met mijn eigen printer. Dus met mijn Prusa i3 MK3. Het eerste is een trechter. Nou, de slimmeriken onder ons die gaan al langzaamaan weten over wat voor soort printer dit gaat. Maar ik ga jullie lekker in het ongewisse laten, want er zitten natuurlijk ook mensen te kijken die niet zo thuis zijn in de 3D-printwereld. Het tweede is een, het ziet er niet zo heel bijzonder nog uit. Maar hij wordt gebruikt straks om het restfilament af te voeren. Ja, ik gebruik geen andere woorden dan dat, dus dan weet je dat vast. En het derde is een afdekdeksel die benodigd is om iets af te dekken. Dat is wat een afdekdeksel is. Nog iets. Ja, dit is niet geprint natuurlijk, is gekocht. Doekjes. Ook wel handig. Wipes, wel genoemd. Om iets schoon te kunnen wrijven. Van de Action, hè. Ik bedoel een euro of zo, denk ik. Geldt ook voor een spraybottle. Hier komt straks iets in wat uit een van de dozen komt. En dat wordt gebruikt om te sprayen, natuurlijk. En last but not least in de niet uitpakbare dozen, zeg maar even. Een mondkapje, dat wil ook nog wel eens helpen bij dit gebeuren. We gaan het namelijk best wel hebben over redelijk giftige stoffen. Hoe zul je zeggen, ABS-printen? Nou, wie weet. We gaan het zometeen wel zien. Ik ga even die plaat wegzetten, want we hebben de ruimte hier nodig. Dus dat gaan we eerst even doen. Zo, de plaat is weg. Gaan we ons bezighouden met de eerste, de beste doos die we daar gaan hebben. En die gaan we er maar gelijk bij halen. Het is niet zo'n grote doos. Komt van Amazon. En ook hier zit weer het een en ander in. Ik ga mijn mesje erbij pakken. En die doos gaan we eens even openmaken. Ik ben niet zo'n groot fan van Amazon. Maar ik heb ook wel gemerkt dat er sommige dingen zijn die bij Amazon toch wel wat makkelijker en goedkoper te bestellen zijn. En dat is op zich natuurlijk al niet slecht als dat zo is. Ik moet alleen even kijken waar ik hem open kan maken. Dat is de grote kunst natuurlijk. Even zien hoor. Nou, het moet toch aan deze kant denk ik. Kijken of dat zo gaat. Ja, dat kan wel. Ja. Hup, doos weg. Puin opmaken, dat is altijd goed.
Oh, ik heb een cadeautje. Nou, gezellig. Oh, even omkeren. Handschoenen. Wegwerpbare handschoenen. Handschoentjes. Ik denk dat dat alweer een goede hint is in de richting van wat we hier straks gaan laten zien. Ik beloof overigens dat ik natuurlijk ook video's zal maken over die 3D-printer in kwestie. Handschoentjes leg ik weg. Ik ga naar de volgende doos. Dat is een zware. Oei, 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 oei. Hier is die. Grote doos. En nou, nu ga je even denken dat ik dat die Ronald helemaal gek is. Even kijken. Om netjes open te krijgen. De doos komt uit Duitsland trouwens. In dit geval. Firma Hofer. Overigens ook via Amazon. Oeh, allemaal flessen erin. Wat zit er dan in die flessen? Isopropanol. 99,9%. Volgens mij zien jullie dat nu in spiegelbeeld. Heeft te maken met de manier waarop ik de camera gedraaid heb. Maak je geen zorgen. Het staat erop. Isopropanol 99,9%. Dat wil dus zeggen alcohol 99,9%. En ik ga niet drinken. Ik drink zelf zelden of nooit alcohol. En toch heb ik hier zoveel voor nodig. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat ik de alcohol die ik heb voor mijn Prusa. Je ziet dat die langzaam zijn einde tegemoet gaat. Dus 6 flessen van een liter is nooit weg. Oké. Die ga ik ook aan de kant zetten. Overigens, dit is ook het spul wat in die spuitbus gaat. Die we net gezien hebben. Ja? Dus hier wordt iets mee schoongemaakt, zullen we straks gaan zien. Even kijken waar ik hem kwijt kan zo lang. Oh, nou, daar zo. Goed zo. Ja, en nou gaan we natuurlijk wel in de buurt komen van dat u gaat weten wat er nu werkelijk aan zit te komen. Want we gaan de volgende doos openen. En dit is namelijk de doos met datgene wat geprint gaat worden. Nou, niet zogene datgene wat geprint gaat worden, maar waarmee je het gaat printen. En dat gaan we ook zien natuurlijk. Dus we gaan deze doos openmaken. Ook weer cadeaupapiertjes in enzovoorts. Nou, allemaal flauwekul. Ook heel groot papier. Oh, ook niks aan. Maar ook weg. Maar er zit een doos in. En daarop staat, want het staat weer in spiegelschrift natuurlijk, standaard fotopolymeer resin. Avoid direct sunlight and keep indoors and sealed. Oké. Okay. Gaan we even openmaken. Dit is van de firma Elego. Het zit ook goed verpakt. Ook nog eens luchtdicht. Standaard fotopolymeer resin staat erop. En het is in de kleur grijs. Nou, iemand die een heel klein beetje in de 3D-printwereld thuis is, weet nu echt wel wat zometeen de printersoort gaat zijn. Maar geen zorg. We gaan hem natuurlijk uitpakken. Deze doos die ga ik eventjes in een zakje neerzetten. En die gaat hier naar beneden. Want ik maak hem nog niet verder open. U gaat hem namelijk niet vandaag in gebruik zien. En nou gaan we naar de grote dozen, lieve mensen. We gaan naar de grote dozen. Hier komt een grote doos aan. En nou wordt die even moeilijk, want hoe krijg ik dat nou het beste in beeld? Nou, ik ga hem in elk geval openmaken. Dan ziet u meer dan wat u nu ziet. Dus ik ga er even bij staan. En ik maak die doos open. Het komt uit Tsjechië, maar het is geen Tsjechisch product. En iemand die een heel klein beetje, al een beetje die doos al een heel klein beetje heeft kunnen bekijken, die ziet het ook, er staan allerlei Chinese tekens op. Dus dat zegt genoeg natuurlijk. Ik ben helemaal geen voorstander van Chinese printers. Maar gezien de prijs was dit wat mij betreft onslaanbaar. Ik haal hem even van de tafel af en ik ga eruit halen wat erin zit. En dat ga ik dan hier bovenop het bureau zetten. Wow. Zo. Daar staat hij. Grote doos. Doos weer even weg, zodat ik ruimte krijg. En dan gaan we dat plastic eraf halen.
Ik weet het, u kunt niks zien op dit moment. Ik heb, ik weet dat precies dat dat zo is, maar ik kan het niet helpen eventjes. Moet even zelf. Ik heb niet genoeg ruimte om dat op een andere manier te doen. Plastic eraf. Misschien kan ik je iets hoger, ja. Ik zou je iets hoger kunnen zetten. Als je één momentje hebt. Misschien is dit iets beter. Maar ja, dan zie je zo meteen weer niet alles wat je zou moeten. Nou, misschien op deze manier. Oké. Eens even kijken. Want ik moet ook even kijken hoe dit open gaat natuurlijk. Ja, het komt in elk geval omhoog. Oké. Een hele hoop schuim. Schuimpies. En ik kan u nu al wel zeggen wat dit gaat zijn. Maar ik ga het eerst even helemaal uitpakken. Zo, dit eraf. En dan hebben we hier wat ze noemen een wash and cure station. Wash and cure. Wat betekent het? Wassen. Nou, dat is wash. Cure betekent helen. Dus het gaat om iets te wassen en iets te helen. Nou, oké. We gaan hem eerst even uitpakken. Zo. Ik zie dat ik hem nog iets kan draaien, de camera. Zoiets, hè? Ja. Er zit een doosje bij. Even het doosje openmaken. En dat doosje voorziet in een rekje. Een schijfje, een draaischijfje. Even zien. Ik ga je dat laten zien natuurlijk even. Ik ga het even openmaken. Een ball bearing, oftewel een kogellager. Een aantal Allen keys, zoals ze dat in Engeland, Amerika zeggen en Engeland zeggen. Wij zeggen natuurlijk inbussleutels. Een testkaartje dat die in orde is bevonden. En een after sales service kaart met wat QR-codes erop. Van de website, het YouTube-channel en de Facebook-pagina van de firma. En de firma in kwestie is de firma AnyCubic. Die doe ik allemaal weer even hierin. Er zit natuurlijk nog meer bij, daar gaan we even naar kijken. Dat rekje overigens, dat zal straks nodig zijn om dus dat wassen te kunnen doen. Dus ik ga dit even dichtmaken. Zet ik aan de kant. Want ik heb hier nog een ander gedeelte wat er natuurlijk ook uitgepakt moet worden. En ik moet oppassen dat dat niet kapot gaat. Duidelijk zijn. Dus ik moet het eerst even uitpakken en dan kan ik het u laten zien. Zo. Hier een stukje schuim weg. En een stukje plastic. En dan hebben we hier de deksel van deze AnyCubic Was and Cure Station. Was and Cure, we hebben de handleiding natuurlijk, de user manual. Weer helaas spiegelschrift, maar Wash and Cure 2.0. Er wordt een beetje puin op al die dozen hier. En dan hebben we een grote container. En ja, misschien dat je het al wel begrijpt. Dit is het wasgedeelte. En in dat wasgedeelte moet dus die isopropanol in. Ofwel die IPA, dat noemen ze IPA, noemen ze dat. Oh, zo aardig vacuüm getrokken lijkt het. Ja, aardig vacuüm getrokken in die doos. Maar goed, prima. Ook hier weer lots of schuim. Een doosje. Kom ik zo op.
Ook weer een rekje. Maar ja, dat is wel een beetje tricky. Want er zit iets naast het rekje wat ook niet onbelangrijk is. Dus ja, ik moet het er wel uittrekken. Het kan niet anders. Dat is namelijk een plaat. En die hoort onderin het apparaat te zitten. Vooral op het moment dat de cure plaatsvindt. En dan met dat zilverkleurige naar boven. Overigens zit er een beschermlaagje overheen. Dus ik hoef ook nog niet al te druk te maken. Er zit een beschermlaagje overheen die er nog af moet. Kom ik later op. Ja? In die houder, daar zit ook nog een stukje piep in. Daar zit een draaiwieltje in. Op het moment dat die op de machine staat, hier die alcohol in zit. Het object wat je wilt wassen in het rekje of dat andere rekje wat we gezien hebben, dat hier bovenin hangt. Dat hangt er dus vanaf hoe groot je object is. Dat wordt helemaal in de alcohol gehangen, zeg maar. Je laat hem een paar minuten draaien, dan gaat hij linksom draaien, rechtsom draaien. En op die manier loopt natuurlijk die alcohol die is in beweging. En op die manier wordt het object gewassen. Dus het is een wasinstallatie. Nou, ga hem eventjes weer inpakken. Want nogmaals, ik ga hem nu niet in gebruik laten zien. Dat lijkt me nog geen goed plan. Want het is wel iets anders dan FDM printen. Dat kan ik al wel vast vertellen. Zo. Nu zit hij er helemaal weer in. Het rekje zit erin. Handleiding doet er ook eventjes in. Even kijken wat er in dat doosje zit, wat erbij zit. Want dat is natuurlijk ook wel... Dat zal waarschijnlijk de stekker zijn met zijn snoerwerk. Kan natuurlijk niet missen. Dus we gaan hem even openmaken. Ja, dat is zeg maar het netsnoer. Met Europese stekker. Ja, dat is prima zo. En dat moet natuurlijk in het apparaat. Dat is ook duidelijk. Ik laat dat eventjes nog in zijn doosje zitten. Want nogmaals, ik ga hem nog niet in gebruik nemen. Dat moet ik even kijken wanneer ik daar de tijd voor heb. Het is vooral met mijn eigen bedrijf heel erg druk op het moment namelijk. Even kijken. Dan doen we die stroom die doen we zeg maar in die behouder eventjes. Want daar zat die ook in natuurlijk. Samen met de handleiding. Wil je er nog in? Nou, heb je geen zin in vandaag. We doen zeg maar die plaat die doe ik gelijk in de machine. Dan haal ik even de kop eraf. De plaat leg ik er zo lang even op. Moet natuurlijk nog van alles aan gebeuren. We maken onze alcohol ding weer dicht. Dat plaatsen we er ook op. Doen dan de kap eroverheen. Leggen de handleiding er bovenop. En dit is de Wash & Cure 2.0. De wasstation. Komt het belangrijkste natuurlijk. Het belangrijkste is natuurlijk de printer zelf. En die moet ik eventjes aan de kant schuiven, zodat ik die was en kuur even op de grond kan plaatsen. Zo. Kleine doosje erop. En nou komt er weer een gigantische doos aan waar je de kop niet van ziet. Ik zal wel proberen om hem weer een beetje te draaien. Wat omhoog te gaan, zodat je iets beter kunt zien wat er aan het doen zijn. Zo. En dan gaan we deze doos openmaken. Dat is de laatste doos. En dat is de printer zelf. Nou, degene die het nu nog niet weet, ja, die heeft niet zo heel veel verstand van 3D-printers. Dat is niet erg hoor, want dat moet je ook eerst zien te krijgen. Maar de anderen zullen weten dat we het gaan hebben over een SLA-printer. Ik ben daar altijd heel erg terughoudend in geweest. SLA-printers. Waarom? SLA-printers werken dus met resin. En die resin, alhoewel je dat tegenwoordig ook in een plantaardige versie kunt krijgen, resin is erg giftig. Sterker nog, daarom dat je handschoenen moet dragen, daarom dat het verstandig is mondkapje te dragen, en sterker nog, allerlei resten die blijven, ja, moeten worden afgevoerd in het
chemische afval. Dit is hoogst giftig. Je print dan ook het liefst met het raam open en niet in je slaapkamer, maar in een kamer die, die je af kunt sluiten of die je dicht kunt doen, zodat je zeg maar niet last krijgt van geuren. Op het moment dat het geheeld is, dus gecured is, dan is het gewoon als een 3D-print. Alleen, het is met een veel hogere resolutie. Dus de kwaliteit zou veel beter moeten zijn. En alles wat ik over deze printer gelezen heb, nou wordt wel die test, die worden natuurlijk gedaan door mensen die heel veel printen, dus ook heel veel met dit soort printers printen, is het gewoon een heel goed apparaat. En ik heb het eigenlijk nooit gewild, maar dit apparaat is op dit moment tot 30 september alleen de printer voor €160 te koop. En dan komt die vanuit Tsjechië, dus je hebt geen last meer van de invoerrechten. De BTW zit er al bij op. Het enige wat er eventueel bij komt is zeg maar een transportverzekering. En die bedraagt, ik geloof alles bij elkaar, €5. €160. Die prijzen die wisselen nog wel eens. De website waar ik hem vandaan heb overigens Banggood. Banggood.com. Die prijzen wisselen nog wel eens. Dus ik heb dat ook een beetje in de gaten gehouden. Op een gegeven moment kostte die €170. En daarnaast was er een pakket waarbij je gelijktijdig deze en die Wash & Cure Station kon kopen. Die Wash & Cure is namelijk niet verplicht. Dat is allemaal niet zo super lang op de markt. Want je kunt natuurlijk ook gewoon met een tandenborsteltje en alcohol die print schoonmaken. Dus daar heb je geen Wash & Cure Station voor nodig. Alleen heb je dan wel ultraviolet licht of de zon nodig om het object te helen. Dus om te curen. Dat was een Cure Station wat je net gezien hebt. Je zag daar aan de achterkant die rondjes in die zilveren pilaar. En nou, die rondjes, dat zijn de UV-lampen. En vandaar dat die behuizing ook geel is, zodat jij rustig normaal daarnaar kunt kijken. Want anders zit je in UV-lampen te kijken. Dat was een Cure Station. Die heb ik losgezien bij 3djaken.nl voor €99. Dat is niet duur. Alleen bij Banggood hadden ze hem in een pakketprijs. En aanvankelijk zat het zodanig dat ik eigenlijk zei van nou, dit is eigenlijk gunstiger om bij 3D Jaken die €99 te betalen voor die Wash & Cure en die €160 voor de printer aan zich. Totdat in één keer dat pakket €255 was. En alles bij elkaar heb ik €258,51 betaald met die transportverzekering erbij. Dus €258, zowel de printer als de Wash & Cure Station. Die actie loopt overigens tot 1 oktober. En alle reviews die ik op dit apparaat gezien heb zijn eigenlijk uitstekend. Natuurlijk zijn er altijd minpunten, maar dat heeft elke printer. En dat weet u denk ik zelf ook wel. Elke printer heeft minpunten. En dat geldt ook voor deze printer. Maar over het algemeen wordt deze printer als zeer goed ervaren. We gaan hem uitpakken. Je zult zien dat hij er bijna hetzelfde uitziet als die Wash & Cure. Overigens, dit zegt ook iets over die plaat die ik eronder gekocht heb. Hè? Ik ga dit in die plaat zetten, zodat als je resin morst, wat niet de bedoeling is, maar als je dat doet, als je morst, dat het dan niet op je bureau terechtkomt, want dan kan je bureau verknallen, maar dat het in die plaat terechtkomt. Vandaar dat ik die schoenenplaat eronder gekocht heb, zodat die op een veilige manier op het bureau gezet kan worden. Goed, we gaan hem openmaken. Daar gaat hij. Zo, even kijken. Op nog zo'n doos met nog zo'n grote plastic zak. Even kijken of we die er ook uit kunnen halen. Oh, levensgevaarlijk. Ik ga hem even op de grond zetten. Oppassen dat ik de Wash & Cure niet verknal. Duurt eventjes, maar de doos zakt er heel langzaam vanaf, lieve mensen. Zo, oei. Nou, weer een doos. Even wegdoen. Oké, die gaan we zo opruimen. Daar staat hij dan. Je ziet nou niks natuurlijk. Het is wel perfect verpakt, hè. Ik wil niet vervelend zijn, maar zowel die Wash & Cure als deze, de verpakking, die mag er zijn, hoor. Dat zeg ik meteen eventjes. Die Wash & Cure iets verder wegzetten. Gaan we deze. Een kartonnen plaatje. Nou, hartstikke mooi. Huppakee, bij de rest van het karton. Oké. Een assembly instructie. Nou, ik zou je vertellen, dat stelt geen bal voor. Maar wat het belangrijkste is wat hierin staat, is het levelen van het printbed. En dat is bij deze printers,
Als je geen aanpassingen doet, hoef je dat maar één keer in de zoveel maanden te doen. En dan is dat gewoon in orde namelijk. Daarnaast is er dan een papier bij om dat bedlevelen makkelijker te maken. Ja, alles is weer in spiegelschrift. This paper can be used for leveling. Refer to the user manual for more details. Nou, gaan we doen. Natuurlijk. Alleen niet nu. Maar dat gaan we wel doen. Het grappige van dat SLA-printen, dat kan ik gelijk al wel eens even voor wegnemen, is dat het precies omgekeerd werkt als dat wij gewend zijn met FDM-printers. Bij FDM-printers ga je laagje op laagje op laagje op laagje op laagje printen. Hier wordt in feite ook laagje op laagje op laagje geprint, alleen je begint niet onderaan. Ja, je begint wel onderaan, maar het werkt op de kop. Moet je dat dan goed zeggen? Kijk, normaal begin je op zo'n FDM-printer onderin en dan door laagje, laagje, laagje bouw je de print op en heb je eigenlijk het staande object wat je wilde maken eigenlijk. Bij SLA-printen hangt er een soort van printbed wat steeds zichzelf doet zakken in die resin en dan weer terug. In die resin en dan weer terug. Hoe dat precies werkt zal ik je nog wel uitleggen. Het heeft te maken met UV-lampen die onderin dat apparaat zitten. Maar dat betekent dat je supports andersom werken enzovoorts. En voor mij zal dat ook even wennen zijn. Allemaal heel erg nieuw en dat soort dingen mee. Gelukkig zijn er heel erg veel video's over. Maar dat is met bijna alles. Hè? Want ik zeg wel eens, als je wil, kan je alles wat je wilt, kan je op YouTube terugvinden. En dat geldt dus ook over SLA-printen. Het volgende papier hierboven hebben is weer een doos met allerlei goodies erin. Ga ik zo meteen openmaken, maar ik ga hem eerst even aan de kant zetten. Eens even kijken. Plastic moet eraf, hè? Dat weten we. En oh, daar hebben we weer zo'n stuk met die rommel. Rappetee. Nou, je ziet de gele box alweer tevoorschijn komen. Hè? Dat is, dus die kunnen we nu ook waarschijnlijk wel optillen, denk ik. Joepie de poepie. Daar komt ie. Ja. Even die die kap eruit halen. En in die kap zit ook nog een hele lading spullen in. Maar daar zit ook nog wat anders bovenin. Dus ik moet even oppassen. Zo. Even deze aan de kant schuiven. Zo. Eerst even de kap erbij pakken. Ook daar zit weer piep in. Piepen de piepen de piep. Hoppakee. En wat wel grappig is, op de achterzijde zit een stickertje. En je zult denken, stickertje hem gelijk eraf halen. Nee, niet doen. Want deze stickertjes, en dat zat op de washing cure ook, die zijn er voor de beveiliging. Als u de kap niet goed plaatst op de printer, dan zit er aan de achterkant iets van een herkenning, iets van een magneetje of zo. En die herkent dat de kap niet goed zit en dan zal hij dus niet gaan printen. Dus met andere woorden, niet de kap, niet die stickertjes eraf slopen. Dat is niet de bedoeling. Dan krijgen we dat printbed. Dat hebben we hier. Er zit nog een beschermstickertje op. Prachtig. Hartstikke mooi. Dat printbed komt dus straks hier bovenin te hangen en gaat dus steeds naar beneden en naar boven, beneden en naar boven, beneden en naar boven. Ja? Ik heb begrepen dat er ook magneetplaten zijn die je hierop kan maken. Zodat je net als met zo'n Brusa gewoon de plaat met het geprint eraf kunt halen. Die plaat even flink buigen en dan heb je je object eraf. En anders zullen we namelijk zo meteen zien dat er een spatel bij zit. Een metalen, anders krijg je er bijna niet vanaf. Goed, ik leg het even aan de kant. Belangrijkste onderdeel misschien wel. Nou, er zijn een heleboel belangrijke onderdelen aan deze printers. Maar een van de belangrijkere onderdelen aan deze printer is de tank. Dit is de filament tank, de resin tank. En in die resin tank zit een trommel. Oftewel een FEP, dat is een sheet met FEP. En die moet je heel erg zien te houden, anders zou je moeten vervangen. Je kunt op de achterzijde zitten namelijk schroefjes, even nog een stukje ervan laten zien. Die losschroeven en dan kun je zo'n FFP opnieuw erin gaan zetten. Hier is die alcohol met name voor. En met name die spuitbus. Als hier dus nog resin in zit, in dit gebeuren, dan moet dat schoongemaakt worden. En dat doe je met alcohol. Weet je nog die blauwe plaat die ik geprint had? Nou, die is om hier overheen te doen. Oké. Dit noemen ze dus een tank. Hier gaat de vloeistof in.
Nu heb ik het er wel uit. Zo, hoppakee. Ik heb geen ruimte meer om te lopen zometeen. Maar ja, goed, who cares. Kijk, het laatste en de most important part. De printer zelf natuurlijk. En die hebben we hier. Ook hier zit weer een beschermfolie die er straks af moet. En die zit hier zo. Hieronder zitten namelijk de UV-lampen. En die UV-lampen, wat die doen, die gaan aan en uit. En daar zit een pixelsysteem in. Dus zeg maar, uit wil zeggen dat de UV niet aan de onderkant door die FEP schijnt. A wil zeggen van wel. En als UV-licht op die resin komt, dus op die vloeistof, dan hardt dat. Ja? Dus door bepaalde pixels aan of uit te zetten, kan het printobject gemaakt worden. Printbed is natuurlijk niet zo groot, want het is niet groter dan dat wat we hier hebben. Een ander voordeel wat wel met een SLA-printer is, met een FDM-printer, als jij meerdere dingen wilt printen, je zet die allemaal tegelijk op je printbed, zal je printtijd ook excessief toenemen. Hier dus niet, omdat die naar beneden, naar boven, beneden, boven, beneden, boven. Maakt niet uit of jij het hele printbed volplakt met dingetjes die je wilt printen. Printtijd zal hetzelfde blijven. Zo, nou, dan hebben we hier de printer met zijn display. Aan- en uitknop zit aan de zijkant, daar zo. En een USB-aansluiting, zullen we zo meteen zien dat er een USB-stick bij zit. Hij is namelijk alleen met USB te bedienen. Op de achterzijde zit de aansluiting voor de stroomkabel die zo meteen zichtbaar gaat worden. En dat is eigenlijk alles bij deze printer. Die tank die wordt straks hieronder geschoven, zet je vast. Deze gaat hierop. Ja, ik ga dat nu niet doen, hij zit niet hoog genoeg natuurlijk. Maar deze gaat daarop. En zo gaat dat straks werken. Je zult zien dat deze hier in de lucht hangt, maar dat is totaal niet interessant. Ik zie allerlei mensen die gaan dan iets printen om dit recht te houden. Maar dat is niet belangrijk, helaas. En waarom niet? Hij zit namelijk hier op die rail. En die rail is degene die zorgt dat de zaak gelijk blijft. Ja? We gaan even die doos nog openen. Want dat is het enige wat we nog niet gezien hebben. Die erbij zat. Nou, dat gaan we nu even doen. En ik heb hier de zaken. Het begint met een aantal filters. Je moet je voorstellen dat als je klaar bent met dat printer, dan die resin, dat is niet goedkoop. Hè? De meeste resins kosten bij de meeste firma's al gauw €50 voor een liter. Degene die ik gekocht heb, kostte €30 bij Amazon.nl. Kun je nagaan waarom Amazon soms wel eens interessant kan zijn. En dat zonder verzendkosten. Dus je gaat printen en er blijft resin over. Dan kan je dat natuurlijk daarin laten zitten met die klep eroverheen. Dat kan. Misschien dat als ik weet dat ik morgen weer ga printen, dat ik dat ook doe. Maar in principe zul je dat terug laten lopen in die fles met die resin die we straks gezien hebben. Maar omdat er in die resin ook kleine stukjes die dus geheeld zijn, gecured zijn, maar die niet aan de print zijn blijven zitten, kunnen zitten. Zou dat dus je resin naar de knoppen kunnen helpen. Dus wat doe je? Je doet filter. Daarom dus de trechter die ik gemaakt heb. Filter erin. Op de fles zetten. En je laat het vervolgens daarin lopen, zodat zeg maar er geen rotzooi in de fles terechtkomt. Deze dingen zijn vrij gemakkelijk te bestellen, ook weer bij AliExpress of zo. Nou, een paar handschoentjes. Nou, dat is hetzelfde als die doos die ik daar gekocht heb. Je moet ervan uitgaan dat als je ze gebruikt hebt, kun je ze weg deponeren. Wel in het chemisch afval dus, want resin is giftig. Dan stroomvoorziening. Wat we straks al zagen bij de wash and cure. Ik zei al, een metalen spatel om iets van het printbed af te krijgen. En dan nog een spatel. Ja, waarom is dat dan? Nou, dat is heel simpel. Die FEP moet ook schoongemaakt worden. Maar om daar nou met een metalen spatel op te gaan werken, dan kun je gelijk al wel eens nieuwe FEP-filmpjes gaan bestellen. Want dan is het gelijk kapot. Dat snap je zelf ook wel. Vandaar een plastic spatel. Hier ook weer dat after sales verhaal met die stick of dat kaartje met die QR-codes. Wat Allen keys, oftewel wat Imbus sleutels. En last but not least, wie kent ze niet tegenwoordig? Oh, trouwens nog twee dingen. Last but not least, wie kent ze niet tegenwoordig? Mondkapjes. Eentje. Ja, die hebben zat natuurlijk. Huh? En de USB-stick met de software.
met testmoduletje erop. Die we kunnen gaan printen. Die laat ik er vast even uitleggen. Die kan ik beneden op de printer of op de computer mooi bekijken. Dus ga ik weer inpakken. Zijn er dan dingen die je nog moet veranderen aan die printer? Ja, die zijn er. Of moet, maar die je kunt veranderen. En zeker als ik tevreden ben met wat die print. Want dat is natuurlijk een eerste waar je naar moet gaan kijken. Hè, van, doet het wel wat ik wil of vind ik het niks? En verkoop ik het weer? Nou, dat denk ik niet, maar je weet het niet. Dan zijn er een paar dingen die ik belangrijk vind. Het eerste is, je zit met die alcohol in die wash and cure station. Daar gaat 3,5 liter in die bak. Nou, dan kan je met 3 liter natuurlijk ook af. Maar met 3 liter aan alcohol daarin, datgene wat je geprint hebt, wordt erin ondergedompeld, wordt als ware gewassen. Dan kun je je voorstellen dat als je een 30 objecten gewassen hebt, dat je dan die alcohol waarschijnlijk eruit ziet als, ik weet niet als wat, maar in elk geval niet meer als alcohol, niet meer als klare alcohol. Ja, na 30 printen weer 6, of weer 3,5 liter erin douwen, dat is een dure aangelegenheid. Dus ik wil een van de dingen die ik wil doen, ik wil mezelf gaan aanleren om die alcohol schoon te maken. En daar heb ik dus wat dingetjes voor nodig om dat te gaan realiseren. Dus dat is één ding. Tweede is, we zien hier dat kleine, dat zie je niet, maar er zit een kleine beschermlaagje op dat LCD-scherm. Dat noemen ze een LCD-scherm. Dat is niet een LCD-scherm waar je op kunt tikken, maar een LCD-scherm waar die UV, die pixel business uitvoert, zeg maar even. Stel je zou die FEP-tank kapot maken en er zit een resin in, ja, dan zal die resin op dat LCD-scherm lopen. En dat LCD-scherm gaat er geheid van kapot. En dat ding vervangen, dat kost al gauw 50, 60 euro minimaal. Ja? Dus ik heb al in China een beschermfolie besteld die ik daar overheen kan doen. Moet je hem daarna wel weer opnieuw levelen. Ik ga daar niet op wachten hoor, ik ga wel beginnen met printen. Maar op die manier kan je in elk geval zorgen dat je dan een schoon... een schoon LCD-scherm houdt. Dat is er ook wel... redelijk belangrijk, denk ik dan. Daarnaast wil ik in de toekomst natuurlijk hier nog dat eigenlijk het magnetische ding overheen hebben. Want ik weet hoe makkelijk dat is. Dat heb ik bij mijn Prusa ook. Dat je zeg maar dan de hele bouwplaat eraf kunt halen. Even een beetje buigen en het object springt los. Want anders zit je steeds hier met die spatel overheen. En uiteindelijk gaat dit ook krassen. Het is wel heel mooi aluminium. Dat is het absoluut. Maar het zal er niet beter op worden. Dat zijn de eerste dingen die ik nog moet gaan doen daarmee. Het ene heb ik dus al besteld. Dat schoonmaken van de alcohol. Daar heb ik wat video's over gekeken. Dat zou ik moeten gaan proberen. En hoe dat precies in zijn werk gaat. De derde. Er is nog een laatste verbetering. Dit is een... het voelt als metaal. En het voelt niet als metaal. Het is geen metaal. Het is plastic. Er is ook een metalen versie hiervan. En die kostte bij Amazon iets van 30 euro of zo. En die is vooral wat makkelijker, als ik begrepen heb, voor het verwisselen van die FEP-sheets. En ook daar nog wel even iets, want ik las ook al... Maar ja, ik kan niet alles tegelijk en ik moet echt eerst weten of dit naar tevredenheid gaat werken. Ik doe hem er even inzetten. Zo hoort hij erin. Ze hebben ook NFVP, dus non-FEP-sheets. En die non-FEP-sheets die zijn veel minder krasbaar, kunnen meer hebben... makkelijker schoon te maken, zijn alleen iets duurder. Moet ik ook nog naar kijken of ik dat wil af te nemen. Eerst maar eens kijken hoe dit gaat printen en dat soort dingen meer. Voor vandaag, dit was hem. Lange video geworden. Unboxing. Ik ga me dus bezighouden onder andere met SLA printen, maar geen zorg, ik blijf ook doorgaan met FDM printen, want mijn Prusa is veel te goed om dat niet te doen. Waarom dan toch een tweede printer? Nou, even voor de duidelijkheid. Waar, als je gaat kijken op YouTube en je gaat kijken naar video's over SLA-printers, dan zie je vooral dat dat gebruikt wordt door mensen die zich met die spelletjes en zo bezighouden, waarbij je zeg maar hele kleine dingen print die heel veel detail hebben en dat soort dingen meer. En daar is het natuurlijk super interessant voor. Iets als dit hier. Dit is waarschijnlijk net iets te groot voor de buildplate. Ja, het is net iets te groot voor de buildplate. Maar dit is natuurlijk heel mooi. Er is niks mis mee. Maar het is geprint met een 0,2 mm laagdikte. En dat kun je zien dat dat zo is. En als je nou gaat kijken naar die SLA-printers.
De standaardwaarde waarmee deze print is 0,05 mm. Dat is dus een vierde daarvan. En het kan lager, 0,03 of 0,01. Nou, heel weinig. Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de printtijd. De printtijd wordt dan langer, want dat betekent dat als het object 10 cm hoog is, dat is dus 100 mm. Nou, 100 mm door 0,05 heb je zoveel lager, door 0,01 heb je zoveel lager. Dus en iedere keer moet hij naar beneden, omhoog, naar beneden, omhoog, naar beneden, omhoog. Oké, nou, heel lang verhaal. Dat zijn allemaal dingen, dat moeten we aan gaan wennen. We moeten aan gaan kijken hoe het werkt. Het werkt, het is niet echt veel, super veel langer als FDM-printen, want ook dat duurt lang, dat weten we. Zeker als we een mooi object willen maken, dan ben je daar ook al gewoon een uurtje of 8, 9 mee bezig. En dat hoeft bij een SLA-printer niet per se zo te zijn. Daar komt bij dat je bij de SLA-printers twee soorten printers hebt. Je hebt gewoon een kleuren LCD-schermen en je hebt mono-LCD-schermen. En het gekke is dat de mono-LCD-scherm sneller print. Dus de tendens van de laatste 2 jaar is dat er bijna alleen maar mono-LCD-printers worden gemaakt. En dit is toevallig een mono-LCD-printer. Dit is wel een 2K-printer voor mensen die nu gaan kijken op het internet en die zeg maar zeggen van joh, mooi dit en dat en zo. Je hebt ook 4K-printers. Ja, dat klopt. Alleen, ik heb wat video's daarover gezien. En natuurlijk zijn er mensen die zo'n ding hebben die zeggen, het is veel mooier dan bij 2K. Maar ik heb met name Uncle Jesse bekeken. Uncle Jesse is iemand die maakt heel veel video's over SLA-printen. En die zit het naast elkaar te houden, die laat het ook zien. En die zegt van, ja, joh, ik zie het verschil nauwelijks tussen 4K en 2K. Het enige wat 4K als voordeel heeft, hij print sneller. Ja? Maar om nou te zeggen dat het afdruk daarvan mooier wordt, niet of nauwelijks. Vandaar dat ik voor 2K heb gekozen, want 4K kan je toch al gauw 400 tot 500 euro kwijt. En ik zei al, 160 euro voor deze printer. Het is eigenlijk geen geld, als ik eerlijk ben. Ik ga eens een kopje erop doen. Het is eigenlijk geen geld. En voor mij zeker een reden om te gaan proberen om me daar eens mee bezig te gaan houden. Dat was hem voor vandaag. Volgende video, dan weet je alvast, die gaat dus over het printen met een SLA-printer. Ik weet niet wanneer die komt. We kijken wanneer ik tijd heb. Want ten eerste heb ik een heel druk weekend. Want ons bedrijf is erg druk. Tweede is tot vanaf volgende week moet ik helaas ook mij gaan aanmelden bij de UWV. Want zoals mensen misschien weten uit een van de vorige video's, ik ben inmiddels werkeloos. Ja, en dat met 61,5 is dat niet het meest makkelijke. Je meest ideale zou zijn, dat zou ik het leukste vinden, als ik zeg maar op een school of zo echt les zou kunnen gaan geven in 3D-printen. Dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Oftewel SLA, oftewel FDM. Maar goed, dat zijn toekomstdromen. En misschien ook wel niet meer, want joh, mijn pensioen nadert nog 5,5 jaar. Voor nu, dank je voor het kijken. Volgende video gaat over het printen met deze SLA-printer. Tot de volgende keer. Dag.